Nou, een ander thema waar we natuurlijk ook nog steeds veel aandacht aan besteden, is diversiteit. Heel mooi moment daarvoor was Diversity Day. Waarin we eigenlijk hebben opgeroepen, bedrijven, blijf nou aandacht aan die diversiteit. Dat kan vrouwen naar de top zijn, maar ook mensen met een andere culturele achtergrond of mensen met een beperking. Laat die nou wel mee blijven doen. Want juist in deze tijd is het zo belangrijk dat we een inclusieve arbeidsmarkt hebben. Dus daar hebben we ook weer echt een slag mee gemaakt het afgelopen jaar.